Mevrouw Schepers, de volgende stap in de ontwikkeling van fase 1 van Park Achterhoek is gezet. En ik begrijp eruit dat de bestemmingsplanprocedure die opgeschort was, nu weer ter hand wordt genomen om een gezondheidspark mogelijk te maken. Dat betekent dat de gemeente Winterswijk nog steeds uitgaat van dat gezondheidspark. Ja, twee antwoorden. Aris Veld heeft ons verzocht om het bestemmingsplan in procedure te brengen. Daarop hebben wij gezegd, dat gaan we doen. En ja, we blijven vol inzetten op de realisatie van een gezondheidspark bij het ziekenhuis op fase 1. Aris Veld is de BV die eigenaar is van de grond. Het grond die ten noordoosten van het ziekenhuis ligt, zou je zo ongeveer kunnen zeggen. Betekent dat er al een concreet idee is wat daar gaat ontstaan? Nou ja, het concrete idee is tot nu toe gezondheidspark. En daar kunnen allerlei gezondheidsgerelateerde functies kunnen daar komen. Dus dat is even, het is nog de vraag wat er precies komt. Dat is aan de ontwikkelaar die iets wil ontwikkelen daar. Medio december heeft de heer Anton Barske, die namens de gemeente een zogenaamde foto heeft gemaakt van het gebied, gezegd, ja, er is ruimte voor tijdelijke woonruimte voor bijvoorbeeld mensen die in het ziekenhuis een opleiding volgen. Of stagiaires. Is gedacht aan activiteiten die aanverwant zijn aan de gezondheidszorg. Maar is het al wat concreter inmiddels? Nou ja, wonen, werken, leren is eigenlijk wat we mogelijk maken. En dan wel in de tijdelijkheid. Dus het is niet zo dat daar mensen hun woning kunnen bouwen en daar definitief kunnen blijven wonen. Maar we willen wel faciliteren dat mensen die hier stages lopen, of die in opleiding zijn, of die hier werk hebben geaccepteerd, maar die tijdelijk even een woonruimte nodig hebben, dat die gebruik kunnen maken van een woonfunctie op het plan, op het gezondheidspark. Maar voor de overige invulling moeten we dus, begrijp ik, wachten op wat Aris Veld daar aan mededeling over kan en wil doen. Inderdaad, ja. En nou was er bij de bijeenkomsten die er geweest zijn over zowel fase 1 als fase 2 een enig protest vanuit de buurt, zou je kunnen zeggen. Bouwhoogte, groenstroken en dat soort dingen spelen allemaal een rol. Bent u inmiddels zo ver met de buurt dat de bezwaren grotendeels achterwege zullen blijven? Nou, wij houden de buurt op de hoogte van de fase waarin wij op dit moment zitten. Dus zij hebben gisteren een brief, of vandaag een brief gekregen, waarin we zeggen, we gaan het bestemmingsplan in procedure brengen. En dit zijn de contactmomenten die we met u gaan lopen. Is het reëel om op korte termijn tot overeenstemming te komen over dat soort zaken? Ja, dat zal moeten blijken uit de gesprekken die wij met de buurt gaan hebben. Die gaan we samen met Aris Veld ook doen. Ja, ik heb daar wel goede hoop op, maar ja, het zal moeten blijken uit de gesprekken. Wij zijn van goede wil, Aris Veld is van goede wil en ik denk dat de buurt ook van goede wil is. Het punt is natuurlijk dat u praat over zaken die nog niet concreet zijn. Als men weet dat daar een huisartsenpost komt of iets dergelijks, of een tandartsenpraktijk, dan zal het bezwaar wellicht veel geringer zijn als er iets grootschaligs komt. Dus hoe kunt u dan de buurt geruststellen? Nou, de buurt heeft altijd vragen over welke kwaliteit komt er achter mijn huis, hè? Want daar gaat het uiteindelijk concreet om. En door ze bij elke stap mee te nemen en ook hun zienswijze gewoon serieus te nemen en te kijken in hoeverre we daar aan tegemoet kunnen komen of niet, dat gesprek moet gewoon gevoerd worden en dan kijken we waar we uitkomen.